op zoek naar hulp voor mijn dochter Ruijsje Leijman. Omdat ze aan een oogziekte lijdt. Ze heeft een geëxcileerde lens, waardoor ze niet goed kan zien. Ze ziet er de geboorte, maar ik had het nog niet opgemerkt. Toen ze in kleuter A was, heb ik het opgemerkt. Ze is nu 6 jaar. De operatie kost eigenlijk €3.316. Hoe erg is het met haar oog? Ziet ze helemaal niet? Hoe ziet ze wazig? Ze zit helemaal wazig. Ze zit helemaal slecht. Wanneer ze moet kijken, ben ze helemaal in de schrik. Dus het is helemaal slecht, slecht, slecht. Was all my life you have been faithful. Oh yes you have. Ik zie niet goed. Je wil geholpen worden, hè? Ja, meneer. Als er iemand is in Nederland die haar kan bijstaan met de eventuele verblijfgarantstelling, maak die contact met 1 voor 12. En I know to the road. Love you and no father. Opo you ede, saka you kindi konagro. Opo you anu na love to say. No go sari, no go cray. Dika masra Jezus hem. In samenwerking met Erik Schreuder van Den Boy voor Abirti, in samenwerking met mevrouw Alida Mettendaf, zijn zij met fundraising gestart, crowdfunding, om kindje Leijman te ondersteunen met betrekking voor het aanschaffen van de 2 tickets. Nou, ik ben trots op jullie, ik ben jullie dankbaar en ik wil de mensen oproepen om deze crowdfunding link te ondersteunen, dat deze 2 mensen kunnen vertrekken voor genezing naar Nederland. U heeft het gelezen, ze moet op 9 februari haar eerste behandeling ondergaan in Rotterdam. En zij gaan bijna 6 maanden daar in Nederland vertoeven. Dus we spreken u, we smeken u te ondersteunen. De link ziet u hier en kindje van 6 jaar moet geholpen worden, dat kan niet. We moeten, je hebt opportunities, weet je, en we vragen nogmaals vanuit deze crowdfunding link uw steun te doen, dat kindje Leijman heel snel kan vertrekken. Ik vraag nogmaals en ik smeek nogmaals, het gaat om een 6-jarig kindje, laten we haar helpen. En ik ben de organisatie die erachter staat, dankbaar Erik Schreuder van Den Boy voor Abirti in samenwerking met Alida Mettendaf. Dank jullie wel, dank jullie. En we kijken naar meer om deze 2 gasten daar te zien in Nederland. Lobby, bless you, dank u wel. Nou, de meeste mensen in de Surinaamse gemeenschap die kennen me als Scott de Manager. Als onderdeel van Den Boy. En samen met vriendin en collega Alida Mettendaf, die mij hiervoor benaderd heeft voor de operatie van Royaitja, heb ik gemeend moeten inspannen. Zeker ook omdat ik kinderen heb van die leeftijd. Ik word wel vaker benaderd voor dit soort dingen. Dat gebeurt altijd. Maar ik ben altijd heel voorzichtig om ergens aan te beginnen, omdat je ook hele negatieve verhalen hoort over zaken. Fake-instellingen heb ik ook mee te maken gehad. Dus in den beginnen was ik daar erg sceptisch over. Maar nadat ik ook gezien heb dat 1 voor 12 zich ook heeft ingespannen voor dit doel, was ik van mening dat ik me dan ook op alle manieren moest inspannen om in ieder geval ervoor te zorgen dat zaken voor elkaar kwamen. Ik heb dus ook aan mevrouw Mettendaf aangegeven, ik ga een GoFundMe page oprichten en ik ga het in mijn totale netwerk verspreiden. Andere artiesten oproepen, mensen in mijn netwerk, zowel vanuit de comedy, als zakelijk, als privé, om voor dit goede doel te doneren.
En zoals ik net al zei, de grootste motivatie erachter is dat ik zelf kinderen heb van die leeftijd. En ik zou het persoonlijk heel erg vinden dat als ik niet bij machten zou zijn om zo'n belangrijke operatie voor mijn kinderen te laten uitvoeren, dat anderen zich dan niet zouden inspannen voor mij. Zeker als het gewoon puur komt op financiën. Het is heel erg dat het iedere keer weer neerkomt op geld. Maar in dit geval opent geld deuren. Dus vandaar dat deze GoFundMe-actie in mijn ogen van letterlijk van levensbelang was. Nou, ik vind persoonlijk nog niet dat we het doel bereikt hebben. Omdat ik een hoger bedrag wilde ophalen. Vandaar dat de actie nog loopt. Maar in om en nabij 3,5 week tijd is het ons gelukt om 5700 euro op te halen. Er gaat nog een klein bedrag af wat je ook aan de GoFundMe aan administratiekosten moet betalen. Dus in totaal is er nog wel 5500 euro opgehaald. Dus daarmee zijn een groot gedeelte van de kosten gedekt. Als het gaat om tickets, verblijf, leefgeld. Maar het is een hele ingewikkelde operatie waarbij medicatie ook heel belangrijk is. Kans op langer verblijf in Nederland is ook mogelijk. Dus vandaar dat ik me nog wel wil inspannen voor een hoger bedrag. Zodat in ieder geval moeder en dochter zonder zorgen hun verblijf hier kunnen genieten. Zodat als de operatie geslaagd is, dat ze ook weer met een goed gevoel terug kunnen gaan naar huis. Wij hopen dat we een eind komen met het geld wat al is opgehaald. Maar omdat we ook rekening houden met deze bijkomende kosten, zelfs met onverwachte kosten, wil ik daarom nog steeds de mensen oproepen om te blijven doneren. Want iedere euro is welkom, ook al doneer je een euro. We zijn ongeveer met 300.000 Surinamers in Nederland. Als iedere een euro doneert, zijn we zeker uit de kosten. Ik heb mezelf ook voorgenomen om me voortaan ook voor dit soort doelen in te zetten. Maar we zijn nog niet klaar met de opdracht voor dit doel. Dus daarom zal ik mensen echt vanuit het hart willen verzoeken. Blijven jullie doneren. De kosten die blijven, zoals we weten, vooral medische kosten, die blijven hoog. Dus elke donatie is nog steeds welkom. En ik zal me er altijd voor blijven inzetten. We blijven transparant over dat wat er gebeurt. Over waar het geld naartoe gaat, hoe het besteed wordt. Dus mensen, blijf doneren. Het verhaal van Rosaysa, die trok me heel erg aan. Kijk, als je in een land zit waar er veel op dit moment de politieke situatie, de sociaal-economische situatie maakt, dat het voor mensen uit de lage sociale klasse moeilijk aan hun basisvoorziening komt, dan is het belangrijk dat juist voor die mensen voorzieningen gecreëerd moeten worden. Je kan niet iedereen helpen. Maar haar verhaal trok me aan, omdat ik, ja, ze is zo'n jong meisje. Ik heb ook een kind van 13. Die kan alles doen. Die gaat naar school. Ik ga naar school. Ik ben goed bevriend met Erik. En Erik heeft ook jonge kinderen, even oud als Ronijska. En ik dacht, ja, als dit meisje nu al moeite heeft met het zicht. En je hebt je zicht nodig om te kunnen werken, om naar school te gaan. De voorzieningen zijn helaas nog niet optimaal in Suriname. En we hopen dat het natuurlijk gauw verandert. Dacht ik van, ja, als dit meisje de mogelijkheid heeft om geopereerd te worden, zodat haar sociale positie in de maatschappij straks, haar toekomstperspectief wat verbeterd wordt, zou ik daar graag een bijdrage aan willen leveren. En aangezien ik weet dat Erik iemand is die geen moeite heeft om in de publiciteit te komen, want ik hou daar niet zo van, heb ik Erik benaderd van, goh, dit verhaal heeft me, houdt me bezig. Volgens ochtends vroeg heb ik hem volgens mijn eigen app, van, dat ik er ja, toch een beetje van wakker lag. Van heel vroeg kun jij iets hierin betekenen. En Erik heeft briljante ideeën altijd. Erik is, naast dat hij wat collega's zijn, zakenondernemer is, is Erik ook comedian. Dus hij heeft een groot netwerk achter zich, kan goed praten,
Dus ik dacht, Erik, zullen we dit samen doen? Dat jij op de voorgrond komt om een fundraising te starten. En dat ik op de achtergrond samen met meneer Vismalen kijk wat we voor deze moeder en haar prachtige dochter konden betekenen. We zijn alle donateurs erg dankbaar. We hebben totaal €5500 vanuit de fond gekregen via internet. Daarnaast heb ik via mijn eigen netwerk €600 gekregen, zodat de ticket en het verblijf en ook wat handgeld betaald kan worden voor de operatie van dit meisje. Haar linkeroog is al geopereerd, dat gaat goed. Ze kan al 50% mee zien. En volgende week wordt haar rechteroog behandeld. En dat is 6 maart. 6 maart wordt haar rechteroog behandeld. En dan hopen we dat dit prachtig mooi meisje weer naar school kan gaan. Ik ben heel erg tevreden. De artsen die waren erg meewerkend. We mochten overal bij. We hebben hele goede uitleg gekeken. Ook van hoe is het dan in de toekomst als ze terug gaat naar Suriname voor de behandeling al daar. Ik heb begrepen dat de arts die haar daar behandelt, oogarts Doelwijd. Ook een bekende arts is hier in het Oogziekenhuis in Rotterdam. De arts hier vertelde trots, ja, ik heb hem opgeleid. Dus we hebben het volste vertrouwen in dat met deze basis dat nu gelegd is, dat ze in Suriname verder geholpen kan worden. Ik ben heel tevreden, want ik had het ook zelf niet verwacht. Wat mevrouw Alida en meneer Erik voor mij betekent. Ik ben nog steeds heel tevreden. Moeder en dochter hebben de eerste 2 dagen in een hotel gelogeerd, dicht bij het ziekenhuis, want ze kwamen aan en de volgende dag moesten ze al heel vroeg in het ziekenhuis zijn, 8 uur. Ja, en ze moesten nog acclimatiseren en vervolgens zijn ze opgevangen door ook iemand uit mijn netwerk en het Eriks netwerk, mevrouw Eunice Sion. Die wil ik ook hartelijk bedanken dat zij moeder en dochter in huis heeft genomen, zodat zij ook het herstel in een rustige omgeving kan doormaken. Maar dat is ook belangrijk. Na de operatie moest ze ook een omgeving hebben dat steriel is, dat schoon is, zodat ze ook dat oog ook goed kon genezen, zodat je infectie kan voorkomen. Want dat was ook een van de zorgen van het ziekenhuis, van waar gaat ze na de operatie logeren. Blijf doneren. Klik op die link hier beneden. We zetten die link hier beneden. Klik erop. Blijf doneren. De kosten blijven komen. Dus klik op die link en blijf doneren.